Omdat het voor mij de laatste keer is dat ik hier een gedicht kan voorlezen en dus plaats zal maken voor een nieuwe generatie, ben ik op zoek gegaan naar een werk van een jonge schrijver. Want ik vind ook dat we allemaal een beetje meer aandacht mogen hebben voor wat de jongere generatie ons deze dagen massaal toeschrijft. Ik ben uitgekomen bij het Oost-Vlaamse talent Lies van Gassen, die in 2011 de prijs voor poëzie van de provincie Oost-Vlaanderen kreeg en die sinds 2009 al een negental poëziebundels op haar actief heeft. Haar kort gedicht dat ik hier zal voorlezen komt uit haar bundel Wassende Stad, gepubliceerd in 2017. Het gedicht heeft geen titel, maar het gaat over de Japanse kerselaars die in deze tijd van het jaar beginnen te bloeien en het drukt prima uit wat hier de komende maanden zullen meemaken. In je haar liet ik een Japanse kerselaar los en in de jaren waarin we dit huis zullen verlaten, niet zullen terugkeren, bloeien ontmoetingen op, ontbotte bekenden. Op elke straathoek heb je mij opnieuw ontmoet. Wegvliegen we over straten, tuinen, steeds verder van de knoppen om te veranderen in wie we zijn. Ja, vind ik ook. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.